Renault Antwerpen. De auto's van stad. De wol is warm, de wol is warm, de wol van de trui die ik draag is warm. De papa van een van de kleuters schreef speciaal voor vandaag een dikke truienlied. De Kosmos is een nieuwe school, pal in het Nachtegalenpark. Zorg voor het milieu wordt hier met de paplepel ingegeven. Weten jullie welke dag het is vandaag? Truiendag. Truiendag. Dikke truiendag. En weten jullie ook waarom het dikke truiendag is? Nee. De verwarming staat af. En heb je het niet te koud? Jong geleerd is oud gedaan, zal ik zeggen. Hè? Het is inderdaad zo, het zijn jonge kinderen, maar je merkt toch dat die al heel veel begrijpen, hoor. En dus gaat ook hier vandaag de verwarming een pak lager en worden de lichten gedoofd. Om het toch niet al te koud te krijgen, begint de dag met ochtendgymnastiek. Wow, en daarvoor! Daarvoor! Voor elke graad minder verwarmen wordt er 7% minder broeikasgassen de atmosfeer ingestuurd. Bovendien bespaar je fel op stookkosten. Dat is toch heel belangrijk, dat kinderen zich bewust worden van wat er gaat gebeuren in de toekomst. Want kinderen zijn onze toekomst uiteindelijk. Hè. Zij moeten toch stilletjes aan beseffen dat het anders gaat zijn in de toekomst. En vinden jullie dat leuk, zo'n speciale dag? Ja. Ja. En waarom? Omdat is er helemaal naar buiten. Sport een beetje. En met bal spelen. En helemaal dag spelen.